Hoi, leuk dat je kijkt. Mijn naam is Chantal en welkom bij de boekhal van juni. Vandaag heb ik weer een boekhal voor jullie en daarin bespreek ik dus de boeken die ik heb binnengekregen, die ik heb gekocht, wat dan ook in de maand juni. En uh, ik kan je vertellen dat het veel boeken zijn, maar dat ik de helft van de boeken heel heel kort ga bespreken, alleen maar even gaan laten zien, want uh, ik ben bezig met een nieuwe. Reeks voor mijn kanaal, namelijk lezen voor de lijst. En de afgelopen maand heb ik heel hard gezocht naar verschillende literatuurboeken van de lijst. Uh, ik heb veel boeken gratis kunnen vinden in bijvoorbeeld de bibliotheekjes, de mini-beeps hier in de buurt, waarbij ik dan weer zelf ook boeken terugzet. En dan kan ik dus een boek meenemen en uh, daar staan heel vaak literatuurboeken die mensen niet meer willen. En ik wel, dus dat was perfect. Dus het lijkt heel veel, maar het valt eigenlijk allemaal best wel mee. Ik zal beginnen met de boeken die ik uh, graag wel even kort met jullie wil bespreken, en dan daarna gaan we heel snel door de literatuurhoek. Het eerste boek wat ik in de kringloop vond, echt super mooie editie, is Muggeland van David Arnold. Ik heb dit boek in het Engels. Hij is ook gesigneerd in het Engels, maar ik lees graag in het Nederlands. Dus ik ben blij dat ik hem nu in het Nederlands heb staan. Ik heb zijn andere boek uh, The Kids of Appetite ook zowel in het Engels als in het Nederlands staan. Uh, David Arnold is een fantastische schrijver. Zeker de moeite waard als je het nog niet uh, hebt gezien of opgepakt. Het is in ieder geval een Young Adult hedendaagse tijd. Dus contemporary. Um, ontzettend gaaf. Ik vond in de kringloop ook De Hemel begint bij je voeten van Jandy Nelson. Dit boek heb ik nog nooit gelezen. Ik ken Jandy Nelson natuurlijk wel. Maar wordt, ze wordt een beetje gezien als de literaire Young Adult schrijfster van een paar jaar geleden ongeveer. Dus. Uh, ik ben blij dat ik deze nu in de kast heb staan en dat ik deze kan gaan lezen binnenkort. Ik vond Welkom in Fairy Lane van Nicola May. En het leuke aan dit boek vind ik dat ik meedoe met de Zomer en Keuning boeken bingo. En daar staat deel 3, de regenboog naar Fairy Lane, daar sowieso vast als um, afvinkvakje zeg maar, op de bingo kaart. Dus, en ik vond deel, dus deel 1, dus die kan ik uh, gaan lezen en dan hopelijk deel 2 en dan verder met deel 3. Ook nog super mooie editie bij de Kringloop. Stond hij daar gewoon te wachten op mij? Ik vond in de mini-beep Thuis in Virgin River van uh, Robin Carr. En dit is natuurlijk een Netflix-serie, uh, Virgin River. Ik heb dat nog nooit gezien, maar ik weet wel dat heel veel mensen dat heel erg leuk vinden. En toen zag ik dat er een boek van was. En kon ik niet anders dan hem meenemen om hem uh, eerst te lezen en dan misschien de serie te gaan kijken. Ik vond ook uh, Als je het licht niet kunt zien van Anthony Doer. Of Doer. Ik denk Doer. Um, dit is een paperback editie van dit boek en hij lijkt heel dun, maar hij is dus eigenlijk heel dik. Meer dan 500 bladzijden, dus het vertekent een beetje, maar ik hou heel erg van paperbacks. Mijn handen kunnen dat iets beter aan, dus um, ik ben zeer blij dat ik deze editie vond. En nu hopen dat zijn andere boeken ook in deze editie zijn uitgegeven, zodat ik die uh, allemaal naast elkaar kan zetten. Ik vond twee boeken van Khaled Hosseini, namelijk De Vliegeraar en Uit de Bergen kwam de Echo... Deze boeken zijn zeer bekend, denk ik. Ik denk zeker de vliegeraar, dat heel veel mensen die wel kennen. Uh, ik heb het gewoon nog nooit gelezen, maar ik ben er wel heel erg benieuwd naar. En je merkt dat mijn boekenkast steeds meer ook van dit soort romans, wat betekenisvolle romans, gaan krijgen. Want dat is waar mijn hart nu een beetje naar uitgaat. Um, naast Jong dat natuurlijk, want dat blijft altijd. Um, dus ik ben blij dat ik deze nu heb en dat ik daar uh, hopelijk binnenkort aan kan gaan beginnen, allebei. En ik vond ook de denkbeeldige vriend van Steven Tchabowski. En dit boek is ontzettend dik, echt ontzettend dik. En daar hou ik eigenlijk niet zo van. Maar dit boek stond al een hele tijd op mijn lijstje. En nu heb ik hem dus uh, voor heel weinig geld kunnen vinden in de kringloop. Dus vooruit, ik heb hem gehaald. Maar mocht ik dit boek met de Animal TBR trekken om te lezen bijvoorbeeld, dan denk ik dat ik toch twee keer achter mijn oren ga krabben waarom ik dit boek. In hemelsnaam heb gekocht. Maar het lijkt me een heel gaaf boek. En um, ja, het duurt alleen wat langer, denk ik, voordat ik hem uit heb. Het enige non-fictieboek wat ik deze maand kocht was Dit is een Goede Gids van Marike Ijskoot. En deze gids laat alle duurzame opties zien in Nederland: zowel um, verschillende bedrijven die zeer duurzaam zijn, verschillende producten, maar um, ook hoe je dingen kan vervangen. Allemaal tips en tricks. Uh, daar ben ik zeer veel mee bezig en uh, deze gids kwam ik dus voor heel weinig geld tegen in de kringloop en die ging meteen mee mijn mandje in en dan heb ik nu dus nog een hele stapel uh, literatuurboeken die ik jullie eventjes la ga laten zien mocht je nou iets willen weten van die literatuurboeken of van een van de boeken die ik net heb besproken kijk dan hieronder even in het linkje daar kun je alle boeken gewoon opzoeken en uh, alle beschrijvingen lezen um, dat scheelt gewoon heel erg in mijn videotijd en ik denk dat dat voor jullie ook heel erg scheelt om te kijken de literatuurboeken. Ik ga ze vrij snel door. Dit is uh, Het Gouden Ei van Tim Krabbe. Sleuteloog van Hella S. Hase. Het Diner van Herman Koch. Dorsvloer vol confetti van Franca Treur. Maar buiten is het feest van Arthur Chappin. Overigens staat hier net de film van op Videoland met uh, Abby Hoes. We hebben hem al gezien. Ik vond hem heel sterk en daardoor was ik heel blij dat ik het boek tegenkwam. Heldere Hemel van Tom Lanoy. Wat wij zagen van uh, Hannah Berfoets, De Wandelaar van Adriaan van Dis, Siegfried van Harry Mulisch, Blauwe Maandagen van Arnon Grunberg, Het Rookoffer van Tessa de Lo, en De Verrekijker van Kees van Kooten. Dat zijn allemaal boeken die uh, onder literatuur vallen. Sommige hiervan staan op de lijst. Ik denk ongeveer 70% staat hiervan op de lijst voor jongeren om te lezen op de middelbare school. Een deel hiervan niet, zoals maar buiten is het feest van Arthur Chapin staat er niet op, maar wilde ik wel gewoon heel graag hebben. En uh, zo krijgt mijn literaire hoek in mijn boekenkast toch iets meer uh, body. <laughs> dat vind ik ook wel fijn. En dat waren alle boeken die ik binnenkreeg dan wel kocht in juni. Het valt voor mijn doen wel mee als je alle literatuurboeken eventjes onder een bepaalde categorie schaart, dan valt het helemaal mee. Um, en ik ga ze allemaal een mooi plekje geven in de kast. En binnenkort. Zie je ze hopelijk voorbij komen in andere video's, omdat ik ze dan ga lezen of ga bespreken? En dan weet je er misschien meer over. Mocht je dit een leuke video vinden, klik dan hieronder op de like-button. En als je meer filmpjes van mij wil zien, klik dan op abonneren en zelfs op het belletje, zodat je een melding krijgt als ik een nieuwe video heb geplaatst. En dan hoop ik je heel snel weer te zien bij een volgende video. Doeg!